Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van ATV COVID-19 Update. In dit programma geven wij u informatie, we geven u adviezen, maar belangrijker is dat we ook u updates geven met betrekking tot de COVID-19 pandemie, die niet alleen de wereld, maar ook Suriname in zijn greep houdt. We hebben al anderhalve week een beetje erop zitten en deze nieuwe week moeten we jammer genoeg starten met het droevig bericht dat de teller op de COVID-19 website ten aanzien van doden nu 1 laat zien. Dat is jammer, dat hadden we niet gewild. We hadden gehoopt dat het was gebleven op de positieve gevallen en dat is nu 10. Maar er is 1 dode. Wij condoleren de nabestaanden nog heel erg hartelijk en we hopen dat ze dit smartelijk verlies kunnen dragen, want het is wel tof dat er nu een ziekte is in de wereld en in het land en dat het nu al 1 slachtoffer heeft gemaakt. U weet het al, in dit programma geven we ook de tips mee aan het begin. En bijna als we zo om ons heen kijken, dan lijkt het erop dat iedereen nu een beetje begint te begrijpen wat de tips zijn. Dat wanneer je moet hoesten, hoesten je elleboog en ook het niezen, doe het bedekt zodat die druppels niet overal vliegen en je andere mensen kunt besmetten. En hou afstand, geef geen handdrukken en brasa's. En dat kan ik ook niet doen met mijn gast voor vandaag. En dat is niemand anders dan DC Mike Nerkes. U ziet de sociale afstand, hè? We kunnen elkaar geen brasa geven. Het is een grote sociale afstand van 1, 2, 3, bijna 3 tot 4 meter. 3 meter, helemaal. Maar welkom in ATV COVID-19 update. DC, u weet, u met het COVID-19 management team heeft steeds erop aangedrongen, steeds weer blijf thuis. En heeft u het gevoel dat dat nu echt wel wordt gehoord? Langzamerhand zie je dat awareness komt bij de mensen en dat steeds meer, ook na de enkele calamiteiten in de verschillende gebieden, dat het echt minder is geworden en dat men gehoor eraan geeft. En dat maakt mij trots op de samenleving, dat ze zich houden daaraan en dat ze ook hun eigen veiligheid en hun eigen gezondheid ter harte nemen. Geweldig. Als burgervader van Paramaribo Noordoost is het ook zo dat u de afgelopen tijden verschillende ordemaatregelen heeft getroffen. Ja. Was het zwaar of? Kijk, is het altijd, kijk, als we nemen de centrale markt, er zijn ongeveer 2000 mensen, de centrale markt en Frietsamarkt, 2000, 2500 mensen die eigenlijk dagelijks daar hun brood verdienen. Mm-hmm. Dus het was echt iets van afwegen, wat ga je doen? En het mooie ervan is dat, laten we zeggen, zeker 98 tot bijna 100% van de mensen die op de centrale markt en de Frietsamarkt verkopen, ook in het weekend op de andere markten verkopen, zoals Quata, Leiding, Indira Gandhiweg enzovoorts. Dus toen hebben we, en die zijn kleinere markten, toch? Waardoor je dan makkelijker die spacing en bepaalde dingen kan doen. Dus toen hebben we besloten, met pijn in ons hart, dat we luisteren, we moeten in het kader van veiligheid, want behalve dat het meer dan 2.500 mensen daar verkopen, bezoeken tussen de 3.000 tot 5.000 mensen dagelijks de centrale markt. Dus als er wat daar mis zou gaan, dan zou het dan helemaal uit de hand lopen. Ja. Dus vandaar dat we dan besloten hebben om daar te sluiten en de andere open te houden. Toch? We hadden geprobeerd om aan de Jodenbreestraat, laten we zeggen, een gedeelte te doen, maar de veiligheid, voedselveiligheid was niet zo van die aard waardoor we daar besloten hebben om dat ook nog stop te zetten. Dus dan heb je dan alleen de groothandelaars, toch? En de, laten we zeggen, semi-groothandelaars die in de ochtenduren daar zijn. Aan de centrale markt van 7 uur tot 11 uur, 1 uur. Toch? En dan heb je dan 7 tot 11 volgens mij. En dan heb je dan voor de andere dagen heb je dan de andere markten die dan de hele dag open zijn van 7 tot 1. Maar bent u nagegaan of op die andere markten er ook de verschillende maatregelen wel in place zijn? Dus de meeste markten zitten in het andere district, behalve Markt Zuid, Haitians, de Eenheidsmarkt en de Kwakoe-markt. Zijn alle andere markten in Wanica ja. Noord en Wanica Zuid, Wanica West. Dus
mijn collega's van Wanica, die hebben dan met de mensen gesproken. Met de organisaties om daar met alles in place te omdat houden. Omdat we u steeds zien bij die persconferentie denken, u gaat over Nee. Ik ben, omdat, laten we zeggen, ik ben afgevaardigd door het college van DC's om plaats te nemen. Daarom gaat u zetten een tijdje, als ik ook had, zag u DC Hankers en dan DC Sirino. Toen dacht ik mezelf, laat me ook eventjes een beetje een rustpauze nemen. Absoluut. Toch? Want het gaat echt niet in je koude kleding zijn om elke dag zo bezig te zijn. Dat want naast het reguliere commissariaatwerk heb je nog het werk van het hoofdstembureau. Daar heb je nog dit gedeelte dat je moet benchen. Dus het is heel veel dat bij elkaar komt zitten. Nou, ik moet dan namens de samenleving zeggen, dan zijn we erg blij dat u er nog hier staat. En u ziet met er ook Gods fris willen. Maar hoe gaat u persoonlijk om met deze pandemie? Nou, ik heb een aantal regels voor mezelf thuis. Mm-hmm. Toch, ik heb ook twee oudere mensen die thuis bij mij zijn. En mijn moeder is ook dan apart bij waar mijn broer is. Okay. Toch, dus je houdt rekening daarmee. Met mijn dochtertje ook. Zelfs, je moet ervoor zorgen die te dichtbij, niet te dat zo. Yeah. En sanitizer schoonmaken. Eigenlijk bijna elke dag om de ene dag was je eventjes kleren wat je hebt gehad, wat je hebt aangetrokken. Want je moet in een bepaalde ritme komen, toch? Dat als het misschien zo ver zou komen, dat je dan alvast de minimale preventie doet om ervoor te zorgen dat je geen spreiding krijgt. Als jij zelf, laten we zeggen, op een of andere manier in aanraking bent gekomen met het virus. Want u noemt daar twee belangrijke groepen, hè? Uw moeder. En nog een andere oudje, senioren, die zijn ik heb de risico tante, ook, mijn tante van 90, mijn moeder is over de 80. Okay. Toch? En dan heb ik een oom van me die ook bij de 80 is. Zijn ze geïsoleerd een beetje? Nee, niet echt geïsoleerd, maar we hebben het verdeeld in het huis. Zodanig en ook op het balkon, achterin, dat we ervoor zorgen dat je niet te dichtbij komt. Ja. Toch? So, maar het lukt wel. Okay. Want hou ze safe, hè? Toch? En als leidinggevende op het commissariaat? Daar hebben we dan samen met de mensen op het commissariaat hebben we dan voor een paar maanden nodig. Wat ons betreft zijn we wel tot 3 uur open. Mm-hmm. Toch? Maar wat hebben we gedaan? We hebben dan eigenlijk elke afdeling gesplitst. Toch? Okay. In 2 jaar. Okay. Toch? Waarbij je dan om de ene dag hebt. Toch? En vandaag ben jij, morgen en dan overmorgen weer. Waardoor je dan steeds een relatie hebt. En dat je dan niet zoveel mensen tegelijkertijd hebt op het commissariaat. En het werkt. Maar het lukt aardig. Ja. Het werk gaat zich niet, laten we zeggen, op meer 100% vlotten. Maar als we dat 80% zijn, dan loopt niets achter. En dat is belangrijk. Niets mag achterlopen. Het werk moet normaal door kunnen gaan. Ja. Toch? Ook het werk van het hoofdstembureau moet normaal door kunnen gaan. Mm-hmm. Toch? Dus we hadden laatst afgelopen vrijdag nog vergaderd met de verschillende politieke partijen om de kandidaatstelling van 9 april met ze te bespreken hoe we het samen gaan doen enzovoort. En we zijn eruit gekomen. Alles loopt op rolletjes. Hè? Alles ook loopt de politieke op partijen rolletje. Houden zich aan al die Ja. Dus iedereen is, laten we zeggen, vrijwillig verplicht om zich te houden aan die maatregelen. Vooral als je gezondheid je dierbaar is. Ja. En ook dat van je naasten. Even een uitstapje. Als hoofdstembureau heeft u niet gehoord of er de verkiezingen worden uitgesteld of niet? Dat is niet aan mij. Ik zeg, als hoofdstembureau heeft u dat gehoord. Dat is niet aan mij. Okay. Maar u had het aangegeven, dus de maatregelen die u moest treffen met betrekking tot COVID-19. Wat zijn de uitdagingen? Want niet alleen de markt, hè, voor de markt, ook horecasector, ja, dus dat van de horeca, daar zijn een van de eerste dingen zijn we begonnen. Want je moet ervoor zorgen dat mensen een inkomen blijven hebben. Ja. Toch? Dus vandaar dat we hebben gezegd, luister, minimum delivery. Het is wel, ik vond het wel een beetje traag dat heel weinig mensen daarop hebben ingespeeld, zelf ook op het winkelen bij de supermarkten. Ja. Want er is wel één bedrijf die gaat leveren enzovoorts. Maar er zouden andere type bedrijven kunnen ontstaan die voor mensen gaan winkelen en dingen kunnen brengen en bezorgen en halen voor alles. Eigenlijk zouden er leverende ondernemingen kunnen ontstaan daarbij, dat waar je aan de ene kant arbeidsplaatsen, laten we zeggen, zou mislopen, dat je aan de andere kant
dan die increase krijgt, toch? Opportunity. Je hebt opportunities, omdat er andere opportunities gaan komen. Ja. Dus dat gaat van de innovativiteit van de mensen afhangen, toch, om te kunnen overleven. Dus eerder gezegd had ik gedacht dat veel meer mensen erop zouden inspelen. Uiteindelijk heb ik het een keer gezegd en toen zag ik plotseling een taxibedrijf en toen zag ik plotseling iemand anders stuurde mijn app deze. Hoe vind je dat? Ik zeg, je moet dat ding doorvoeren. Ja, zoals ze zeggen, in tijd van crisis moet je innovatief worden. In tijd van crisis moet je innovatief zijn en moet je investeren, omdat na de crisis heb je al een bepaald traject doorlopen en een bepaalde ontwikkelingsgraad bereikt. Toch waardoor je dan als een raket in ontwikkeling en in inkomsten de lucht in schiet. Maar intussen is de economische impact wel gigantisch, hè? Is wereldwijd. Je moet rekenen met bijna alles erop, toch? Ja. Kijk, hoeveel vliegtuigen aan de grond zijn. Maar er is wel één mooi ding dat eruit is komen doorlopen, toch? De wateren in de wereld zijn een beetje schoon geworden. De lucht wordt schoner. Het gat van de ozonlaag wordt kleiner, toch? Er is minder vervuiling in de lucht. Absoluut. Vogels komen weer waar ze niet gingen. Toch, zeedieren, die otter, waterotters enzovoorts. Ze komen op plekken waar ze helemaal niet meer kwamen. Dus je kan vissen zien zwemmen nu in het water. Dus het heeft zijn voordelen. Ja. Misschien zullen we zeggen, de wereld schoont zichzelf een beetje op. Absoluut. En maak je in elk geval gebruik. Maar bent u tevreden met de communicatie vanuit de overheid? We doen ons best en we zijn er elke dag. Ik ben er zelf ook bij, toch? En we hopen dat het, laten we zeggen, voldoende geaccepteerd wordt door de samenleving. En dat de samenleving ook interactief mee doet. Ja. Toch? Omdat het is we kunnen het niet alleen als overheid. Het is een samenspel. En ze doen dat soms via de journalisten. Ja, ze doen het ook via de journalisten. Toch? Ja, maar soms vind ik een beetje, misschien komen dat mensen me weer gaan aanvallen op Facebook. Nee. Toch? Maar soms vind ik dat de journalist toch een beetje zijn eigen analyse moet maken. Toch? En echt in depth met andere type vragen komt. Toch? Omdat het te veel, laten we zeggen, om één onderwerp heen gaat. Maar dat is misschien mijn. Dat was echt die discussie. Dat betekent dat de samenleving nog niet alles begrijpt. Okay. En daarom stoken ze en ze bestoken en ze overrompelen de journalisten met. Misschien moeten we een andere type communicatie tussen journalistiek en overheid, waardoor we de informatie beter gaat. Absoluut, ook had ik, wat men ook kwalijk had genoemd, ik had gezegd, wat doen jullie als media? Ja. Toch? Niet dat ik een vinger heb gewezen naar de media, maar ik zeg, luister, er zijn hoeveel, voor mij 54 of 56 tv-stations in Suriname. Ja. Er zijn zoveel radiostations. Absoluut. Met verschillende, van verschillende etniciteiten in het land. Als wij echt als samenleving, toch, laat alle politieke haren waren gevecht en ik hou die van die en die moet dat. Dus dat soort dingen moeten we nu even. Dus deze virus leert ons dat we elkaar niet meer moeten aanvallen als mens. Ja. We moeten samen dat ding doen, anders gaan we beide dood. Daar ben ik helemaal mee eens. Dus als men die comedie even aan de kant zet, sorry dat ik dat zeg, maar die comedie even aan de kant Welke zet. Welke comedie is dat? Het aanvallen en politiek neerhalen en alles politiek verklaren. Ja. Toch? En op de verschillende televisiestations, waar enkele politieke partijen hebben, ook tv- en radiostations. Als men voor hun doelgroep in de verschillende talen echt gaat beuken met die informatie, toch? Ook wat er is voldoende informatie wereldwijd dat gepresenteerd kan worden aan de mensen, ook vanuit de website van de Surinaamse overheid. Toch, als die informatie gestuurd wordt naar de verschillende samenlevingen, de verschillende talen, waardoor we dan gezamenlijk veel meer kunnen bereiken en gezamenlijk als mensen veel meer. Tot slot. Ja. Gisteren was het precies een week dat die partiële lockdown is ingegaan. Er zijn ook dingen. Moet je het zeggen, partiële lockdown of is het avondklok? Nee, het is een partiële lockdown. Okay, avondklok is anders. Bij avondklok zou op straat gaan niet getolereerd worden. Een partiële lockdown heb je nog mensen die nog de gelegenheid krijgen om naar de Chile. Dus bij avondklok dus moet iedereen thuis. Is een andere situatie. Dan heb je andere regeringssysteem. Dus dat is duidelijk. Dus we moeten praten over partiële lockdown. Wat vindt u ervan als u even deze week evalueert?
We hebben voor 95 tot 98% zien we dat mensen gehoor aan geven ja. met enkele uitspattingen. Mm-hmm. Zelf in de verschillende gebieden is het dan nu is het teruggelopen en de mensen geven gehoor aan. En okay. we zijn de mensen heel dankbaar dat ze ook tot het besef zijn gekomen dat het is niet om negatief te zijn tegen hun of hun mm-hmm. het genot van ontspanning te ontnemen, ja. toch? Maar het is tijdelijk, als we allemaal tijdelijk even dit vasthouden, toch zijn we gezamenlijk er snel doorheen en dan hebben we geen verspreidingen meer, dan kan het leven weer lekker verder. Wow. Dat is het belangrijkste. Dus in Nyamabita even mm-hmm. en dan zijn we daarna als land gevrijwaard en dan kunnen we er doorheen. Geweldig. Dank u wel. Graag gedaan. Ik zou zeggen, blijf het goede werk doen. Want soms zeggen jullie daar op die persconferentie, we worden moe. Maar jullie doen het voor de samenleving. En daar zijn we ja, heel toch? Erg blij om. Je hebt ervoor gekozen. Je bent daar. Je mag zo altijd zeggen, if you can't stand it, you don't go in the kitchen. Dus eenmaal we in de keuken zijn, dan gaan we met de hitte van de keuken verder. Geweldig. Koken we lekker verder. Eet ja. wat samenleving. Smakelijk. En in dit geval is de media de partner en geen vijand. Nee. We altijd. Doen het samen. En de overheid is de partner en geen vijand. We doen het samen. Dank u wel. Oké, graag gedaan. Kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Met de districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, de heer Mike Nerkes, heb ik gesproken over de maatregelen die hij heeft getroffen. Maar ook hoe hij persoonlijk omgaat met deze pandemie. U heeft het gehoord. Ook u moet de tips blijven volgen. Word niet moe van, nu ben ik al. Nee, want de teller staat op 1 dode. 10 positief gevallen en bijna 500 mensen die in thuisquarantaine zijn en in overheidsquarantaine. Dus het is er nog. Dus laten we er niet licht mee omgaan, maar laten wij ook onze verantwoordelijkheid opnemen en doen wat we moeten doen. Ik wens u een prettige dag verder. Goeiedag.